Dit weekend is het historisch festival Almelo voor de tweede keer in het Zijlvorstpark. We filmden bij de laatste voorbereidingen. Dit weekend kunt u zelf het evenement van dichtbij meemaken. Nou, welkom bij het historische festival hier in Almelo. Wij hebben hier dit weekend een bivak opgeslagen. We gaan terug 200 jaar in de tijd. We spelen twee veldslachten na met kanonnen, geweren, cavalerie. Laden, kanonnen! Laden! Zijn jullie de bad guys? Nee, wij zijn de goeie. Wij gaan Napoleon verslaan. Wij zijn afdeling King's German Artillery, dus van King George van Engeland. Een afdeling artilleristen. En wij hebben afgezwaaid van Napoleon. En we gaan nu tegen Napoleon terug. Fire! Fire! Ons bivak is open ter bezichtiging. 'S Ochtends vanaf 11 uur, zowel de zaterdag als de zondag. Komt voorbij. Geniet terug in de tijd. Het historisch festival Almelo 2015. Komende week uitgebreid verslag op onze site en op tv. Afgelopen weekend werden de zaalvoetballers van FC Almelo kampioen. TVO uit Bekkum werd in de ISPA verslagen en daarmee promoveert FC Almelo naar de hoofdklasse. De strijd in de ISPA-hal met de volle tribune was spannend. Voor rust stond de ploeg nog achter, maar in de tweede helft bleek Almelo FC de sterkste ploeg en won met 8-4. Trainer Martijn Wessels is blij met het kampioenschap. Ja, helemaal gelukkig. Doelstelling. Ja, ik vond dat het op dit moment nog vrij fors ging. Heel vele kaarten, zelfs rode kaarten. Ja, ik denk dat het een beetje dat bij de spanning hoort. Als de nummer 1 tegen de nummer 2 speelt, dan wordt er op het heers van de strijd valt er wel eens een kaart. Ja. En nu promoveren jullie naar de 1A hoogste klasse? Ja, we promoveren nu naar de hoofdklasse. We hebben nog een aantal klassen te gaan om bij de hoogste te zijn. Stepping hier. Ja. Maar vond je dat je verdiend gewonnen hebt? Sorry? Dat ze verdiend gewonnen hebben? Ja, uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen. En ik denk dat we dat het hele jaar al goed bezig zijn. Uiteindelijk zijn we wel de terechte winnaar natuurlijk. En denk je dat je in de hogere klasse kunt handhaven? Ja, dat kunnen we zeker. We hebben ontzettend veel kwaliteit binnen onze vereniging. We zijn ontzettend gegroeid. We zullen alleen maar doorgroeien. Ons beleid staat inmiddels als een huis. Ik heb er veel vertrouwen in. Martijn Wessels van Almelo FC. En met de toekomst zit het ook wel goed bij de club. Demi Plettenburg is leerling 5 HAVO van het Pius Tien College in de Alderingshoek. Zij won de Carmel Award 2015. Demi vertelt waarvoor ze de prijs precies heeft gekregen. Ik heb een profielwerkstuk gemaakt. Het heet Van Hoe van Boek naar Doek. En het gaat eigenlijk over van het stimuleren van het lezen in literair onderwijs. Omdat veel HAVO-leerlingen dat eigenlijk niet meer doen. En mijn profielwerkstuk is genomineerd om mee te doen aan de Carmel Award. En die heb ik dan uiteindelijk ook mogen winnen. Ja, het was niet maar zo een werkstuk op papier of op de computer, maar het was een film, hè? Ja, bij het profielwerkstuk hebben we eigenlijk een hele film gemaakt. En dat is gebaseerd op het boek Hadjar en Daan van Robert Anker. We hebben eigenlijk alles van begin tot het eind gedaan. Zeg maar van de poster zelf gemaakt, tot de film helemaal zelf gemaakt. En uiteindelijk heb ik ook zelf mijn première nog georganiseerd. Het was een controversieel onderwerp, hè? Ja, klopt. Het was wel een beetje een controversieel boek. Alleen bij veel literatuurwerken uit Nederland, die zijn best wel controversieel. Dus. Maar ik vond wel aan Hadjar en Daan vond ik het mooie dat het plaatsvond op een school. En omdat zeg maar, ik ook op een school zit, was het makkelijk om locaties te regelen. Dus dat was dit het makkelijkste boek om voor mij uit een film uit te brengen. En je had ook een beetje geluk, denk ik, qua filmers en zo. En qua acteurs, hè? Vertel eens, wie was je tegenspeler?
Ja, mijn tegenspeler was mijn lieve vriend Elmar Kelder. En we hadden inderdaad heel erg geluk met onze kringen om ons heen. Dat we veel mensen kennen die met film bezig zijn. Ook onderhand uit NAX, hier uit Almelo, kennen we veel mensen. Daar hebben we ook materialen van kunnen lenen. En van 360 hebben we ook nog heel veel lampen en zo kunnen regelen. Dus dat was helemaal heel fijn. Ja. En nu? Nu heb je dus je profielwerkstuk is natuurlijk helemaal geslaagd. Maar hoe gaat het nu verder? Ja, ik wou heel graag naar de filmacademie. Ik ben helaas niet aangenomen, ook omdat ze er maar 15 aan kunnen nemen. En nu ga ik eigenlijk dit tussenjaar een beetje verder kijken of ik misschien in het werkveld al bezig kan. En daarna weer opnieuw aanmelden of bij een andere school. Ja. Nou, heel veel geluk gewenst, Demi. En de groeten aan je vriend, hè? Je lieve vriend Elmar. Dank u wel. De Carmel Award 2015 was dus voor het profielwerkstuk van Demi Plettenburg van het Pius X College in Almelo. De hele film kunt u bekijken via onze website www.aavisie.nl. Tijdens de theatertipavond kon een volle zaal van het theaterhotel alvast genieten van een voorproefje van het nieuwe seizoen 2015-2016. Esther Hamming en Joris Kemps vertellen over de nieuwe gids en het programma. Wethouder Claudio Brugging onthulde de covers van het magazine. Maar ik als cultuurwethouder, ik wil er wel voor vechten dat we cultuur in Almelo, dat dat belangrijk is en blijft. En dat we daar ook middelen voor vrij blijven maken. Kom even bij, zou ik zeggen. Dit moet op een of andere manier los kunnen. U bent een hele handige wethouder. Succes ermee. En Joris is nog handiger. En dan gaan wij inderdaad in geluid, in gebaar, gaan wij het meemaken. De onthulling van de beide magazines. En als de muziek zeg maar tot zijn hoogtepunt, zoals zijn apotheose is gekomen, mag u deze en deze naar voren drukken. We hebben weer een heel uitgebreid seizoen. Echt alle disciplines zitten erin. Grote musicals heb ik naar Almelo kunnen halen als Grease en Beauty and the Beast. Daar ben ik heel erg trots op. Maar ook weer hele mooie kleine dingen of indrukwekkende toneelstukken als Dansen met de Vijand. Muziektheater is dat zelfs eigenlijk meer wat gaat over de oorlog, over goed of fout, de actuele verhalen. Leuke familievoorstellingen, dus kortom eigenlijk van alles. Mooi cabaret. Natuurlijk, ook Hof 88 heeft weer een hele hoop mooie voorstellingen het komend seizoen. We variëren het van nieuw talent, wat wij graag een podium willen bieden. Wat vanavond we ook tijdens de theatertipavond hebben kunnen zien, bijvoorbeeld Matrushka. Tot echt bekende artiesten die weer een try-out komen spelen bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld Roé Verveer en Murt Mossel, maar ook Hans Dorrestein komt met een nieuwe voorstelling. En Lisbeth List die is bezig met haar laatste tour in het theater en die komt ook bij Hof 88 spelen. Dus we hebben echt voor elk wat wils ook weer. Het nieuwe stadhuis is al een paar weken in bedrijf. Maar hoe gaat het achter de schermen? Letterlijk achter de schermen. Mevrouw Karin Zuidgeest, projectleider van HNW. Wat is dat? HNW, dat is een afkorting voor het nieuwe werken. En dat betekent dat wij hier in het nieuwe stadhuis flexibele werkplekken hebben. Het gaat eigenlijk meer over het feit dat wij willen dat we efficiënter werken. Allemaal uiteraard onder één dak. En dat de collega's ook de gelegenheid hebben om meer samen te werken. Ja. En nou ja, goed. Maar nou, hoe laat moeten ze beginnen? Ja, nou ja, we hebben. Het stadhuis is vanaf 7:15 open. Dus als je zo vroeg wil beginnen, dan kan dat. Nou, het lijkt me handig als je kinderen of je echtgenoot je kinderen naar school brengt en je wil wat vroeger thuis zijn.
Ja, dat kan. Het gaat alleen wel om dat je dan ook afspraken daarover maakt. Dat is eigenlijk de grondslag van het nieuwe werken. Dat je resultaatafspraken maakt met je manager. Maar ook met je collega's. Want je kunt niet allemaal om 3 uur naar huis. Want dan is hier niemand meer. Dus dat zal niet lukken. Nee. Maar en dan kan ik me zo voorstellen hè, dat je je komt wat later. En verdorie zeg, er is geen plekje meer voor je. Wat nu? Dan zul je op een andere verdieping een plek kunnen zoeken. Want we hebben domeinen in het pand en elke sector heeft een domein. Maar in principe mag iedereen overal gaan zitten. En we hebben 590 werkplekken, dus zoek er maar één uit, zou ik zeggen. Ja, want je wilt toch wel bij je collega's zitten. Dat is toch wel prettig om eens te overleggen en feedback te krijgen. Ja, voor het overleggen en samenwerken is dat prima. Toch merken wij ook dat er collega's zijn die regelmatig geconcentreerd willen werken. Als er een beleidsnota geschreven moet worden, willen mensen ook vaak eventjes in een stilteruimte zitten. En ook dat kan hier in een nieuwe stadhuis. Dus je kunt eigenlijk zelf kiezen waar je gaat zitten. Ja. Jullie hebben stilteruimtes. Ja, klopt. Dat zijn eenpersoonsruimtes waar je de deur dicht kan doen. En waar je dus geconcentreerd kan werken voor een bepaalde periode. Een soort monnikcel. Een monnikcel? Ja, waar een monnik in woont en leeft. Oh zo, ja. Nou, dit is wel wat, het is wat meer open, want het is helemaal transparant. Het is wel deels gesloten, het is een open stadhuis met veel glas. En dat is binnen ook zo. Dus het is niet een hokje waar je echt in opsluit, alleen qua geluid wel. Nou, dan kan ik me voorstellen dat je ook wel eens vergaderen moet. Gaat dat ook gewoon in deze open ruimte, terwijl alle collega's toehoren of misschien ook gestoord worden? Nou, daar hebben we verschillende oplossingen voor. Er is een oplossing van vergaderen informeel en dan kun je gewoon eventjes tegenover elkaar gaan zitten. Als je echt wat formeler wil praten of even een gesprek hebt met iemand wat niet iedereen aangaat, dan zijn er op de domeinen verschillende vergaderkamers. Die variëren van 4 persoons tot 8 persoons. Die kunnen collega's gewoon gebruiken. En als we met externe vergaderen, dan hebben we op de eerste verdieping een vergadercentrum. Ja. Nou hebben jullie natuurlijk ongetwijfeld voorbereid, maar wat waren de reacties eigenlijk van de collega's van de ambtenaren? Nou, dat is heel wisselend. Ja, sommige mensen die zien er heel erg naar uit. En die kunnen niet wachten totdat ze van al deze verschillende werkplekken gebruik kunnen maken. Maar ja, er zijn ook collega's die vinden het wel lastig. En die zijn nou eenmaal gewend om al die tijd toch in wat meer afgesloten ruimte te werken. Dat je eigen werkplek heb je niet meer. Dus ja, de foto van het gezin mag niet meer op het bureau. Dus dat vinden ze soms wel lastig, ja. Ja. Nou, die hangen je om je hals, hè? Dat kan, of je kan hem als screensaver op je bureaublad zetten. Dan zijn ze ook altijd bij je. Dus wat dat betreft is overal wel weer een oplossing voor. De weekmarkten zijn 2 weken geleden van de gemeente overgedragen op de Stichting Weekmarkten Almelo. We kijken nog even terug hoe dat in zijn werk ging. Ik geef het woord aan de wethouder Van Mannen. Ja, dank u wel. Ik ben blij dat het moment vandaag gekomen is dat er getekend kan worden. Op de markt kun je lekker eten kopen. Op de markt kun je proeven wat je wil. Op de markt kun je langs de kraampjes lopen. Op de markt klinkt de hele dag gegil. En op hele lange tafels staan groente, fruit en wafels. Bloemen, kaas en broodjes. En heel veel soorten nootjes. Alle taken en faciliteiten en dingen wat de gemeente nu doet, wat onze taken. Dus van stroomvoorziening die al van de stichting was. Eigenlijk alles wat je moet doen om een markt te regelen. En wij hebben meer kennis in huis als de marktmeester die er nu loopt. Dus wij denken daar iets moois van te kunnen maken. Het was voor ons heel erg belangrijk dat wij de locatie die wij nu krijgen, die wij terugkrijgen, dat we daar zekerheid van hadden dat we daar het aantal meters krijgen waar je een markt op kunt draaien. Kijk, wij praten over 550 strekkende meter. Als wij die niet toegezegd hadden gekregen, hadden we dit nooit gedaan. Onze voorkeur gaat naar de Koornmarkt, Grote Straat, richting Theaterhotel. Daar zijn we ook mee bezig, samen met de gemeente, om te kijken of dat mogelijk is. Dus gaan nog gesprekken plaatsvinden met ondernemers daar aanstaande maandag. En we hopen dat we daar positief met z'n allen daar een markt in de stad kunnen maken. En ik zie zelf de toekomst wel rooskleurig. De groep die er nu is en die er nu staat, dat is een hele sterke groep. Dat is een groep die wel wat kan hebben en die ook uitstraling heeft.
En je kunt nooit helemaal in de toekomst kijken. Dan krijg je heel veel collega's gaat verliezen en dan zul je iets moeten. Maar we gaan ons uiterste best doen om het tarief te houden zoals het nu is. Ik hoop het dat het inderdaad wat beter georganiseerd gaat worden dan door de gemeente. Ik zou niet weten hoe, maar laat me gaan. Ja. Vanaf dag 1 in Almelo gestaan. Dat wordt in juni 42 jaar. Ik ben sinds vandaag op de donderdag gestopt. En de zaterdag blijft nog een poosje doorgaan. Ten slotte nemen we u nog even mee op de fiets voor een tour door Almelo. Vandaag het Rosarium. Tot zover het Allemaal Almelo weekoverzicht. Terugkijken kan ook via onze website www.aavisie.nl. Volgende week vrijdag is er weer een nieuw weekjournaal. Tot dan! We geven het door aan elkaar. Iedereen, ieder jaar opnieuw. We koesteren het. Herdenken het. We vieren het. Omdat het misschien wel het belangrijkste is dat we hebben. Vrijheid. Laat het vuur van de vrijheid branden. 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. 5 mei vieren we dat we vrij zijn. Vrijheid geef je door.